Hey, hallo, daar zijn we weer met een nieuwe video. Vandaag zijn we in Japan, als ik het goed heb. Ja, klopt. Vorige keer waren we in Rusland en nu Japan. Nou, alles staat wel perfect. Welcome along then to the final moments of peace before a grid full of the world's fastest racing cars fire into life and charge down towards the scuffle of turn one. Nou, we zijn in Suzuka, Japan. 20 graadjes, net zoals vorige keer trouwens. Alleen nu is het bewolkt. Geen zonnetje. Nou, dit is het circuit. Veel bochten zoals je ziet. Maar één DRS-zone. Je kruist zelfs elkaar. Gaat ergens overheen. En onderdoor natuurlijk. Beetje hoogteverschil. Laten we even kijken waar we gaan starten. Kimi Raikkonen starts today from pole position. Ferrari, and Mercedes. Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, ploeggenoot en Bottas. Max Verstappen and Vettel, Perez, Alonso. Okay. Okay, here we go. Nou, de car setup wat ik vorige keer ook al zei, omdat het een korte race is, kan je weinig veranderen. Dus laten we gewoon starten. Nou, even kijken, alles op 3 zetten op het hoogst. Aan toeren maken. En we zijn weg. Ja, de start is weer niet perfect. En het is een lang recht stuk, dus ik zal ingehaald worden een aantal, zoals je kan zien. Dus we sturen allemaal naar buiten. Ik zit ertussen. En ik rij weer op de plek waar ik ook begonnen ben. Kort achterblijven, misschien kan ik hem hier rechts. Een beetje gras mee. Oeh. Dat ging maar net hoor. We zijn een plekje opgeschoven. Dit is op zich niet echt mijn circuit hoor met racen. Ik vind het altijd wel lastig. Vooral de bochten. Een beetje rare vormen vind ik. Je rare bochten en het circuit, zoals je ziet, de auto stuit alle kanten op. Een beetje een oud circuit. That's a strong start. Well done. Nou, ik krijg complimenten dat dit een goede start is. Kijken of onze teamgenoten erbij kunnen. Ja, nou hoop ik hier een beetje dichtbij kan blijven. Ik heb nog meer complimenten. Altijd leuk om te horen. Dat is zonde, want we gingen er erg goed voorbij aan de buitenkant. Oh, een klein tikje. Hoe zit het met de voorvleugel? Ja, het ligt beschadigd. Nou, geeft de laan als het te veel damage is, dan. Als het te veel schade is, dan moet ik hem opnieuw laten vervangen. In de pit. Nou, kost veel te veel tijd voor zo'n korte race, dus dat ga ik niet doen. Soms probeer ik ook een andere lijn te rijden. Kijken of ik dan wat sneller ben. Zodat ik hem kan inhalen. Dus ik kan het hier al op het rechte stuk zelf. Ja hoor. Dat had ik niet verwacht. Want normaal is de Mercedes natuurlijk veel en veel sneller. Het is natuurlijk ook maar net als je goed de bocht uitkomt. Dan heb je meer vaart mee. Nou, daar heb ik ook het snelste rondje nu.
En omdat we in ronde 3 zitten, hebben we ook weer de DRS. Kijk, buitenlangs heb je meer snelheid. Tikje. Nou, hij is er toch weer voorbij. Nou, we hebben nog eventjes. Kijk. Zo rij je in één keer op P1. We gaan even kijken naar... ik zet hem even terug naar 2. Want ik ga het rood in en dat wil je niet hebben natuurlijk, want dan zit ik straks op het einde van de race... Misschien zet ik hem zelfs even op 1. Dan zit ik op het einde van de race geen benzine meer en dan stopt je auto ermee. En als ik hem op 1 heb gezet, is hij niet zo agressief, de auto nu, dus heb je kans dat ik ingehaald kan worden. Omdat de auto's van de Ferrari en de Mercedes natuurlijk gewoon een stuk sneller zijn. Nou, start-finish. Waarschijnlijk hebben ze DRS, dus kan ik hier ingehaald worden. Komen ze al aan. Zo. Ik krijg even een tikje van Hamilton achter me. Zelf is Hamilton er ook al vanaf. Maar hier heb je natuurlijk zelf helemaal niks aan, hè? Is de voorvleugel zeker kapot? Het valt me nog mee dat ik door kan rijden. Dat niet de auto helemaal kapot is. Dat de banden of zo afgebroken zijn. De ophanging. Nou, zo sta je op P1 en dan word je door iemand eruit gekegeld. Dan kun je weer opnieuw beginnen met nog maar anderhalf rondje te gaan. En een kapotte voorvleugel. Was natuurlijk al heel licht beschadigd, maar nu is het wel... Is toch wel wat minder. Kijk of ik al wat brandstof gespaard. Ja, zet ik het toch maar weer op 2. Ja, er moet nou wel iets geks gebeuren om het podium nog te halen. Ik had het natuurlijk al voorspeld dat ze de DRS gingen gebruiken om mij in te halen. En Räikkönen is het ook wel gelukt, maar Hamilton die reed gewoon vol op mij in, joh. Nou, ik ga een beetje agressief rijden, een beetje slordig om te kijken of ik toch nog in de buurt kan komen. Nou, je ziet het, ik zit toch wel vlak achter ze nu. Maar ik moet nu wel echt erg mijn best gaan doen om ze in te halen. Toch alles even openzetten nog. Nee, nou nam ik net iets te veel gas mee. Een klein tikje was dat. Waardoor hij spinde. Ja, mij is het ook gebeurd, dus ik doe het terug. Ik heb er geen straf voor gekregen.
Nou ja, vierde plaats, helaas. Er zat veel meer in natuurlijk, want ik was gewoon eerste. Ik werd wel ingehaald natuurlijk door Räikkönen, maar ja, die had ik in de volgende ronde wel in kunnen halen met de DRS, of op de rechte stukken. Nou ja, het is in ieder geval weer een leuke race. Ik vind het een lastig circuit, zoals ik al zei. Het is wel een circuit met heel veel bochten, heel veel grip. Dus ideaal voor de Red Bull. En we gaan zien wat Max ervan gaat maken. Ik ben in ieder geval vierde geworden. Er zat meer in, maar dankzij Hamilton, nou ja, we kennen het verhaal. Ploeggenoot staat er wel op. Bottas staat er ook weer op na al die tijd. Hij doet het bij mij beter dan bij Hamilton. Even kijken, toch naar de eindstand. Even kijken of Hamilton uiteindelijk nog is geëindigd. Kijk, Hamilton is 20ste geworden. En Vettel, die ik net nog een tikje gaf op het einde, die is ook nog 10e geworden. Nou, ik ben in ieder geval een plekje opgeschoven vanaf de start. Prima. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je zeggen van, nou, dat is echt een leuke video, doe dat duimpje dan gewoon omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. Het groeien gaat helaas niet zo snel. Ik blijf mijn best doen en ik hoop dat het op een gegeven moment wel wat voortgang in zit. Kijk anders ook eventjes op het kanaal voor andere video's. En dan zie ik jullie de volgende race weer.